Welkom bij Zondag met Lubach. Jullie weten, elke week mag een kijker mij een tip meegeven voor de uitzending. En deze week is dat, even zien wie was het, Mark Rutte uit Den Haag. Nou, dat is leuk. Wat is je tip? Gewoon je bek houden als je er zit. Oh. Ik weet niet of het de uitzending echt helpt, maar oké, goed. Nee, deze opmerking was het begin van een turbulente week. Even een klein overzichtje voor iedereen die het heeft gemist. Maandag gaf Mark Rutte al deze tip aan heel Nederland. En dat was tegen het zere been van veel influencers. Aan het eind van de middag verschenen er tientallen posts waarin ze lieten weten dat zij hun bek niet zouden houden. En dat had alles te maken met de coronamaatregelen. Daar deden ze niet meer aan mee. Ik doe niet meer mee. Dat is duidelijk. En ze zeiden ook... Free the people. Free the people. Nou, iedereen boos op die influencers. Nou, niet op alle influencers, want op deze kon je niet heel lang boos blijven, want die had het verkeerd verstaan. Free the people. Wow. Free the people. Oh. Ik douche niet meer mee. Oké. Intussen had Mark Rutte, weet je nog wel, dat mannetje van het begin, die had zijn woorden alweer teruggenomen. En dat woord is niet zo fraai, dat had ik niet moeten gebruiken. Nee, en toen konden de BN'ers natuurlijk niet achterblijven. De influencers besloten heel snel, vroem vroem, op hun woorden terug te komen. En overal waren er ingelaste journaals. Femke Louise heeft de video van haar Instagram-account gehaald met de hashtag Ik doe niet meer mee. Femke Louise biedt haar excuses aan. Ja, wij onderbreken deze persconferentie van de premier, want er is weer een hashtag ingetrokken door de influencers. Bijna alle BN'ers die haalden hun Ik doe niet meer mee posts offline. En ze zeiden, tuurlijk doen we wel mee. Tuurlijk. Dus gelukkig iedereen weer even goede... Vrienden, people. De influencers deden weer mee, want wat bleek, het ging ze helemaal niet om het niet meedoen. Het ging ze erom dat ze vragen hadden waar ze geen antwoorden op kregen. Nou, alle media die gingen er gretig op in. Bij Jinek ging Diederik Gommers in debat met Femke Louise. Uitslag 6-1, 6-2, 6-0. En ook bij Op 1 was er aandacht voor de kritische vragenstellers. Daar zat influencer Tim Douwsma, maar ook een kritische huisarts. En wat je vaak ziet, mensen die alleen maar vragen hebben, die zitten niet per se op antwoorden te wachten. Wij vragen ons af, staat het aantal positieve PCR-tests inderdaad gelijk aan het aantal besmettingen? En staat het bovendien gelijk aan de besmettelijkheid van degene die getest is? Okay. De eerste is ja. We hoeven die vraag niet hier aan tafel op te stellen. Nou ja, wel. Er zijn veel meer vragen en dan zitten we hier over een half uur al die vraagstukken. Daar gaat het niet om. Ik heb liever niet dat je een antwoord geeft. Dan zitten we hier over een half uur nog. Maar een half uur is echt heel kort. La la la, la la, la la. En ook influencer Tim Douwsma vond antwoorden op zijn vragen niet nodig. Dit zou toch heel mooi zijn dat we... Ik zou het echt fantastisch vinden dat er zo'n soort open debat komt. Ja, dat is er nu. Ja. Nee, maar ik bedoel echt... Ik wil wel een debat, maar niet met jullie, want jullie hebben er veel te veel verstand van. Wat doet Barry Atsma daar trouwens? Maar niet uit. En toen was het dus nog maar dinsdag, maar de week ging nog verder. Want toen Rutte zei... Gewoon je bek houden als je er zit. Toen had hij het tegen voetbalsupporters. En wat gebeurde er op donderdag? Toen werd Willem II uitgeschakeld in de Europa League. Thuis verloren de tricolores met 4-0 van Glasgow Rangers uit het Schotse Rangers. Ik weet niks van voetbal. Vooraf mochten de fans van Willem XI samenkomen op een plein. Als men zich maar aan de coronaregels hield. En ik stel voor dat we even gaan kijken of dat is gelukt. Dit feest was trouwens voor de wedstrijd. Dat snap ik wel als Willem II supporter, want wachten tot na de wedstrijd is toch een beetje een risico in hun geval. Ja. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg had geen zinnig woord over voor de gang van zaken. De woordvoerder is niet geschrokken van de beelden. Wij zien vooral beelden van mensen die hun handen bij binnenkomst ontsmetten. Deze vrouw was ook niet zo geschrokken van 9-11. Wij zien vooral beelden van mensen die hun stoelriem om hebben. Maar de discussie over voetbalsupporters die speelde de hele week. Want volgens Rutte, dat mannetje van het begin, moesten ze dus hun bek houden tijdens de wedstrijd. Maar kan dat eigenlijk wel? Voetbal is emotie en bij supporters vooral passie. Ja, maar? Je kunt je niet inhouden bij je doelpunt, overtreding, wel of niet fluiten van de scheidsrechter. Dat gaat automatisch. Ja, dat gaat allemaal automatisch tegenwoordig. Wist ik ook niet. Bal in net, moet schreeuwen. Scheidsrechter fluit, beroep van zijn moeder noemen.
Dus wat Rutte zegt, dat kan helemaal niet. Dit is gewoon een opmerking van iemand die nooit in een stadion komt. En gewoon van iemand die zegt van kijk, mij eens even tof bezig zijn. Ik ben de premier van het land. En ik zal mij wel eens even laten gelden. Ja hoor, langzittende premier sinds Lubbers en meteen... Oké. Dus wat voor week hebben we gehad? Rutte zei dat supporters hun bek moesten houden, waardoor influencers niet meer mee wilden doen. En toen toch weer wel. Maar toen konden ze bij Willem II weer niet hun bek houden. Dus de enige die deze week echt hun best hebben gedaan om de tweede golf nog een beetje af te remmen door te zorgen dat die supporters voortaan thuis blijven, dat waren de Glasgow Rangers. Want dankzij hen doet Willem II niet meer mee. Kijk, en dan ben je voor mij pas echt een influencer. Hallo aardbewoners, hier Arjen Lubach vanaf de planeet Mozark. Vrolijk Muriland iedereen. Ik hoef geen cadeautjes, maar abonneer je wel even op ons kanaal. Dat is wel zo netjes. Ja toch? Klik. Ergens.